Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. Het is maandag en we zijn weer aan het kanaal. Ik ben hier rond 12 uur aangekomen en daarna ben ik alles op gaan zetten. Eerst alles nog gaan knopen. Ik heb er een nieuwe voorslag aan gedaan van 60 honderdste. Dan heb ik er een leader aan zitten. Ook allemaal nieuw en een nieuwe onderlijn aan iedere hengel. Die hengels die heb ik weer uit liggen en ik lig dus super scherp te vissen. Eén hengel heb ik een chili cheese 18 mm. Eén hengel heb ik de lever en zalm. En één hengel heb ik de Scopex. Allemaal 18 mm bollies. En ik hoop dat er toch iets uit gaat komen. Het is vandaag een super regenachtige dag. En ik ben aan het vissen samen met het teamlid. We zijn in totaal dus met 6 hengels aan het vissen. En ik ben benieuwd of er met deze regenachtige dagen toch wel iets uit kan komen. De vissen die horen nu toch wel echt in de herfstmodus te schieten. Want de temperaturen die zijn flink aan het dalen. Het is vandaag maar zo'n 12 graden overdag. En dat maakt dat ik wel vertrouwen heb om iets te gaan vangen. We zitten hier dus weer op de viersplitsing. Dit maakt dat we heel gespreid kunnen vissen. Want je kan hier natuurlijk alle kanten op. En je hebt ook behoorlijk wat ruimte. Dat maakt dat het toch wel echt een mooie stek is en dat we toch heel verspreid kunnen vissen. Dit zijn de drie bollies waar ik vandaag mee aan het vissen ben. Dit is de chili cheese bolly, dit is de Scopex bolly en dit is de lever zalm bolly. Het zijn allemaal 18 mm bollies en er zit flink wat cheese saus overheen. Deze cheese saus is binnenkort beschikbaar in de webshop. Hij ruikt echt super sterk en hij komt overal bovenuit. Per hengel heb ik ongeveer een halve kilo met deze mix van bodies van alle drie de bodies bijgevoerd. Met dus de saus erover, dus dit zal een flink smaakspoor afgeven in het water. Ook heb ik enkele van deze spots bijgevoerd met duivenvoer. Per stek een beetje verspreid omheen, zodat het in ieder geval wat vis aan kan zetten tot azen. Deze kleine deeltjes voer zorgen ervoor dat er in ieder geval altijd wel iets voer ligt. Zeker met al deze duikende meerkoeten vind ik het toch altijd wel wat meer vertrouwen geven op het moment dat er veel deeltjes voer liggen. Ik heb zo net al een run gehad op mijn rechterhengel van mijn rotpot. Die gaat hier zo naar de overkant toe. Ik weet niet wat het was, hij bleef best wel even doorgaan. Toen sloeg ik aan en er zat helemaal niets aan. Er zaten wel wat meerkoeten in de buurt, dus dat zou het misschien kunnen zijn geweest. Maar hij runde hem wel echt flink. Het is donker, we zitten in de tent en dat is ook wel nodig. Het regent weer flink en het gaat vannacht de hele nacht weer door. Het is wel te merken dat het herfst is. De eikels komen hier constant uit de boom gevallen. En die hoor je ook echt wel op je tent en op de auto. Zeker na zo'n regenbui, dan worden die eikels toch extra zwaar. En dan vallen ze zo naar beneden. Maakt echt wel een hoop herrie. Dus ik hoop dat ik vannacht een beetje kan gaan slapen. Ik hoop natuurlijk ook dat we iets gaan vangen. Het is ondertussen de volgende ochtend. Het is tot nu toe nog niets geweest. Het kan altijd gebeuren. Het is weer aan het regenen. En langzaamaan komt er achterin de zon op. Ik ben benieuwd of het nog wat gaat worden. We gaan even afwachten. Het wordt vandaag weer een regenachtige dag. Dus ik ben benieuwd of het wat gaat worden. Meerkoeten zijn de hele tijd aan het duiken. Dus die zal ik misschien wel een paar aanbeten van krijgen. Maar meestal is het overdag met de kapers in ieder geval niets. Ondertussen zitten we alweer tegen de avond aan. Het is de hele middag rustig gebleven en we hebben dan ook niets gevangen. Er zitten wel weer de hele tijd meerkoeten. Ze zijn nu een beetje doorgetrokken. Maar ik heb zo net mijn hengels opnieuw ingegooid en weer gevoerd. Dus het zal een kwestie van tijd zijn voordat ze de aasplek weer gevonden hebben. Een stukje verderop heb ik dus nog een losse hengel staan. Die had ik hier gisteren ook al staan. Alleen toen ging die daar naar de overkant. Nu heb ik hier een stekje gemaakt, hiervoor aan de kant, waar ik gisteren dus ook al ongeveer 2,5 kilo met particles heb gevoerd. En we gaan kijken of er nu een visje ligt te wachten, of dat ze in ieder geval de aasplek hebben opgemerkt, zodat we hopelijk vanavond wel een visje kunnen vangen. Hiervoor aan het kantje lijkt ze in ieder geval de aasplek al gevonden te hebben. Je ziet er overal beweging van meerkoeten die hier langs de kant afzwemmen. Ik ben er nou naartoe gelopen, dan zwemmen ze natuurlijk weer weg. Op het moment dat ik daar weer de andere kant op ben, dan draaien hun zich ook meteen weer om.
dan maar eventjes mezelf voeren. De vissen heb ik al gevoerd, maar die bijten nog niet. Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Het begint nu te regenen. En dan gaat het weer even een uur flinke buitjes regenen. Dus ik hoop dat dit de vis gaat activeren en dat we voor het donker nog een visje kunnen vangen. Kijk eens aan jongens. Het regent flink. Komt ook goed door de bomen heen. Maar ik heb een vis staan drillen. Met een mooie schubkaper als resultaat. Tot op mijn middelste hengel. Toch weer de chili cheese die zijn werk gedaan heeft. Hier ben ik echt super blij mee. In ieder geval weer geen blank sessie. Deze vis die mag weer gaan zwemmen. Dan moet ik nog proberen om de hengel in te gaan gooien op dezelfde plek. Die lag echt dicht bij de overkant. Denk ongeveer 1,5 meter ervan af. Toch deze vis als resultaat. Op naar de volgende dan maar. Het was een enorm drukke vis. De drill was ook niet mega lang. Maar goed, we laten hem weer zwemmen. De vrijheid in. En hoop dat er vannacht nog eentje gaat volgen. En dat schiet hier alweer vandoor. Het is op dit moment ongeveer 9:30. Ik heb de hengel weer in liggen en ik ben er weer klaar voor. Hopelijk kunnen we er nog eentje bij vangen. En hopelijk kan mijn teamlid er ook nog eentje vangen. Het is weer vroeg op de avond dus. En we hebben dus alweer een vis gevangen. Dus vaak betekent dat dat er nog wel eentje komt. Ik ben in ieder geval benieuwd. Ik ga nu even lekker in de tent zitten. Want ik ben weer nat geworden door de regen. Kijk eens aan jongens. Eindelijk mooie vis. Hij is toch wel redelijk van formaat. Een stuk groter dan die van net nog. Mooi buikje eronder. Hier ben ik echt super blij mee. Het is 1:30 s'nachts. De hengel die ging er toch vol vandoor. Weer dezelfde. De chili cheese. Toch weer aan het overkantje. Ik heb totaal niet gezien waar die terecht kwam. Het was te donker. Hoofdlamp is bijna leeg. Dus dan kan je ook niet zo goed kijken meer. Maar een mooie vis. Ik ga even snel de andere kant laten zien. Even snel wegen. Dan mag ik deze weer gaan zwemmen. Kijk eens aan. Ook de andere kant is echt wel mooi. Super blij met deze vis. Brede rug ook. Ik ben er echt wel blij mee. Even snel wegen. Ik ben wel benieuwd wat die weegt. Het gewicht die hangt in ieder geval genoeg in mijn armen. 14,5 met de mat. Kilootje eraf. Hou nog 13,5 kilo over. Echt wel een mooie vis. Toch wel flink aan gewicht. En ik ben er echt super blij mee. Er ligt een beetje schuim bij, want hij flink zit te spartelen met. Dus nou mag hij ook weer gaan spartelen. Op naar de volgende. Oké, de hengels die liggen weer terug in. Weer wat bijgevoerd. Dit moeten we weer gaan doen. Ik heb geen idee waar die terecht is gekomen. Maar hij ligt in ieder geval in de buurt van waar ik hem straks had liggen. 13,5 kilo, toch een mooie schub. En ik heb er in ieder geval al 2 gevangen. Daar ben ik toch super blij mee. Ik ga nou verder maar slapen. En hopelijk worden we weer gewekt met een mooie vis. Alles is nu een beetje beslagen. Het is enorm vochtig geweest vannacht. Het zonnetje die begint wel lekker te schijnen. Dus het zal zo wel weer opdrogen. Het is later op de ochtend. En het is toch redelijk rustig gebleven. Daarom gaan we het toch maar inpakken. Overdag is het meestal niks hier. En op het moment dat je 's ochtends niets meer vangt, dan ga ik er ook vanuit dat het ook niets meer wordt. Ik heb alles dus ingepakt en het is weer tijd om te gaan. Toch 2 mooie visjes gevangen in 2 nachten tijd. Een teamlid die erbij was, die heeft helaas niets gevangen.
Zo kan het natuurlijk altijd verschillen. De ene keer vangt de ene heel veel, de andere keer vangt de andere heel veel. Zeker op een kanaal merk je vaak toch dat er toch wel één iemand is, of zelfs één hengel is, die constant afloopt. Volgende week, dan zijn we dus weer terug met een nieuwe video. Doe een blauw duimpje omhoog als je het een leuke aflevering vond. En abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan.